ik een aantal jaren geleden in het ziekenhuis lag voor een levensreddende stamceltransplantatie, realiseerde ik me hoe onbekend sclerodermie was. Ik had mijn collega's, mijn familie, bekenden eigenlijk nauwelijks deelgenoot gemaakt van waar ik mee te dealen had. Waar was ik bang voor? Ik was bang dat mijn collega's mij misschien minder serieus zouden nemen. Ik was bang dat familie en vrienden uiteindelijk misschien wel medelijden met me zouden krijgen, of zelfs zielig. Daar in het ziekenhuis bedacht ik mijn plan voor mijn coming out. Sclerodermie meer bekendheid geven, samen met mensen met sclerodermie. En het idee van een reizende expositie is geboren. Scleroderma Framed. Bekendheid en begrip begint namelijk bij jezelf. Jessica van de fototentoonstelling, vertel er eens over. Ik ben in mijn tijd dat ik in een stamceltransplantatie in het ziekenhuis lag, heb ik me heel erg gerealiseerd tussen hoe onbekend mijn aandoening was. En toen dacht ik, ja, ik kan erover gaan blijven mopperen, maar ik kan er ook iets mee doen. Dus toen heb ik uiteindelijk een plan opgevat om een reizende foto-expositie te gaan starten, waarin we juist mensen met sclerodermie op de foto zetten, maar waar we niet de sclerodermie de aandacht geven, maar de mens achter de sclerodermie. En ik merk vandaag ook weer hoe bijzonder het is, want het geeft reden tot gesprek. Mensen die nog nooit van sclerodermie hebben gehoord, die komen naar ons toe en die vragen, wat is dat dan precies? En je geeft mensen iets mee waarvan ik denk, zo, daar hebben we weer wat mensen bereikt. De positieve reacties. Absolute positieve reacties, ja. Dus we hopen dat die foto's dat ook teweeg brengt. Dat mensen denken, oh, wat is dit? We willen er meer van weten. Wij gaan even een rondje maken. Ja, doe maar. Alle werken hangen hier omheen, dus succes. Of sadness, although a tear